Wind en hier ligt een rondje oogspoor. Nou, daar ben ik al een paar uur mee bezig geweest om het een beetje te fixen hier en daar. Een beetje solderen. Valt niet mee hoor. Gewoon een echte cirkel neer te leggen, blijkbaar. Nou, we gaan hem even schoonmaken. En dan gaan we even met die ene rij gepoetst. Ziet er ook even wat beter uit. Even de transformator aansluiten. En dan gaan we eens even kijken of hij het doet. Hè? Nou, Quintens, hij rijdt. Ik zal natuurlijk het unboxen en alles uiteraard aan jou overlaten. Het is jouw locomotief. Oh, ik heb het spoortje nog even. Trek is wel neer dan een uur van het gelijk. Het is geen geweldige rails, heb ik geconstateerd. We gaan ervoor even kijken. Nou, dat draadje gaan we weghalen. Ja, ook geweldig daar dus, blijkbaar. Nou, het is geen kwaliteitsrails. Dat is duidelijk. Je moet het gewoon vastzetten op een plaatje of wat dan ook. Maar zo los op de vloer is het heel lastig. Ook een moeilijk puntje daar. Thank you.
Dus het is wel begrijpelijk dat je nu wat vrijer speelt. En ik denk dat het begrijpelijk is ook voor de ploeg die onder ons staan, dat die wat dat betreft het wat lastiger hebben. Dan uiteindelijk vandaag deze wedstrijd die je hebt. Je hebt ook een zwaar geval, maar heel veel mensen hebben natuurlijk over die play-offs ook best goed. Dat is steeds niet voorbij. Ja, ik denk wel dat van het vorige gesproken van hier, dat de vier wedstrijden van goede tegenstanders zijn. De laatste voor het zaakstap. De eerste stap die we moeten maken is stabiel ergens boven in het rechter rijtje. Dat is de allereerste stap die we moeten maken. En misschien ga ik wel zelfs een stapje te ver. Te snel. Maar je hebt seizoenen bij je gewoon boven jezelf kan uitsteken. En daar heb je soms geluk bij nodig. Maar nogmaals, met deze ploeg heb ik al vaak genoeg gezegd. Het was altijd bereid om hard te werken, goed te trainen. Het is een ploeg die mentaal sterk is. We hebben niet voor niets spelers gehaald die daar hadden we rekening mee gehouden. Een super moeilijke start. We beginnen al met 5 wedstrijden, 6, 7 wedstrijden, 3 punten.